Nou, beste mensen, van harte welkom op deze 16e Grand Round inmiddels alweer. Namens de Raad van Bestuur mag ik u welkom heten. Fijn dat u allemaal in zo'n grote getale bent gekomen. Het aansprekend thema en fijn dat u er allemaal bent. U weet het, we hebben altijd een externe spreker en daarna een interne spreker. En wij zijn nu ontzettend blij dat wij een interne spreker hebben vandaag en niet zomaar één, maar onze eigen professor Jan Smit. Velen van u zullen hem kennen, maar toch nog even een kleine toelichting. En hij zal misschien wel aanvullen waar dat nodig is, maar volgens mij heeft Jan in Utrecht gestudeerd en is daar ook gepromoveerd. Internist, endocrinoloog, heeft een tijd in Leiden gewerkt in het LUMC, maar heeft toch een verstandig besluit genomen om hierheen te gaan, naar Nijmegen. En daar zijn we ook best blij mee. Jan die weet heel erg veel van schildklier en schildklierkanker en alle problematiek die erbij kan voorkomen. En het was dan ook nog wel even spannend of hij wel de Grand Round zou kunnen geven, want net afgelopen week, dacht ik Jan, was er een groot congres, internationaal congres, dat je ook nog zelf voor een deel had, of misschien wel helemaal georganiseerd had. En daarom kwam het allemaal wel een beetje bij elkaar, maar toch was jij bereid, en daar zijn we erg blij om, om vandaag de Grand Round te houden. En die zal niet gaan over complexe problematiek bij schildklierkarcinoom, maar die zal gaan over de patiënt. En degenen die bij jouw oratie waren, weten dat jij daar hele mooie en belangrijke dingen over kunt zeggen, waar je ook in huis steeds meer ziet dat dat heel veel mensen bezighoudt en waar ook heel veel mensen al goed mee bezig zijn. Hè? Bijvoorbeeld de AJA-community, maar een hele hoop andere initiatieven in huis, waar mooie dingen gebeuren, die passende lijn die jij ook met jouw oratie hebt besproken. Maar bijzonder is ook dat jij als afdelingshoofd daar nog iets meer een draai aan gaat geven, ook van nou, wat betekent dat nou in de praktijk en hoe zou je daar nu verder mee aan de gang kunnen gaan. Dus Jan, de floor is voor jou en we zijn benieuwd. Ik vind het geweldig leuk dat ik dit mag doen. Ik ben nog maar één jaar, of ruim één jaar, Radboudiaan. En ik wil u eigenlijk deelgenoot maken van een ontdekkingstocht die ik het afgelopen jaar heb gemaakt. Ook wel een tijdje daarvoor al. En ik vind het fantastisch dat ik in deze omgeving deze ontdekkingen met u mag delen. En als je kijkt naar dit schilderij, dit is een schilderij wat in 1909 door Matisse is gemaakt. En je hebt daarbij eigenlijk het gevoel dat hij op de top van zijn carrière is. Een volmaakte harmonie tussen mensen, mensen in evenwicht met zijn omgeving. En als het aan velen had gelegen, had Matisse hier eigenlijk wel kunnen ophouden. Hij is doorgegaan en als je naar zijn schilderijen kijkt, dan zie je dat hij eigenlijk steeds meer op zoek is gegaan naar de bouwstenen van het leven, de elementen van het menselijk lichaam. Je ziet hier dat het al iets gestileerder wordt. En op het eind van zijn carrière zie je dat hij heel elementair op zoek is naar de fundamenten van het leven. Maar de contrasten met dat eerste schilderij zijn legio. En een van zijn laatste werken, ja, daar heb je eigenlijk het gevoel dat de mens gedemonteerd wordt. En dat is eigenlijk in essentie het verhaal van de geneeskunde zoals ik dat heb meegemaakt, of althans heb beschouwd. Een verhaal van ontleding dat ongelooflijk goede dingen heeft gebracht, maar ook een verhaal dat noopt tot een antwoord. En dat antwoord zie ik in de termen heelheid en verbondenheid en bezielde verbindingen. En als we even teruggaan naar die ontleding en je kijkt naar de historie van de geneeskunde, dan zie je dat eigenlijk in het begin van de geneeskunde, in de tijd van de Grieken, er een behoorlijke harmonie was tussen medicus, tussen klinicus en patiënt en tussen patiënt en de omgeving. Er was een harmonie tussen lichaam, ziel en geest. Er was eigenlijk nog niet sprake van fragmentatie. En het is altijd moeilijk om momenten in de geschiedenis te markeren waar dat dan is veranderd. Maar een van de momenten die ik frappant vond was een moment in 1721, toen paus Innocentius III in het kader van de Zwarte Dood het verbod op obducties heeft opgeheven. En eigenlijk is dat een beginfase geweest van het ontleden van het menselijk lichaam. En daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van vele mensen, kunstenaars, medici, om het menselijk lichaam inderdaad te gaan ontleden en te kijken wat voor radertjes en tandwieltjes er allemaal aan het werk zijn. En wat ook een essentieel gebeuren is geweest, is het werk van Descartes, die eigenlijk in 1641 heeft gepostuleerd dat lichaam en ziel eigenlijk gescheiden zijn en dat het stoffelijke lichaam eigenlijk op zichzelf staat en dat de ziel iets is wat daarboven zweeft. Een dualisme wat heden ten dagen nog door veel mensen beleden wordt, maar wat wel tot gevolg heeft dat de mens inderdaad op een gegeven moment als machine beschouwd kon worden.
En je ziet dan ook dat eigenlijk sindsdien de orgaanspecialismen zijn ontstaan. Elk orgaan zijn eigen specialisme. En ik wil niet zeggen dat dat geen groot goed is geweest, want ik denk dat deze ontwikkeling de geneeskunde enorme verdiensten heeft gebracht. Als we alleen al kijken naar het immuunsysteem en we gaan dan terug in de tijd, dan kunnen we zien dat in de 19e eeuw het belang van infectieziekten al werd onderkend. En met name het belang van handen wassen, iets wat heden ten dagen nog met behoorlijk intensieve projecten in de organisatie moet worden losgelaten. Maar in de 19e eeuw was daar eigenlijk al geen discussie meer over mogelijk hoe belangrijk dat was. Belangrijke ontwikkelingen ook op het gebied van celgroei, celdeling. Als je kijkt naar de huidige ontwikkeling van moderne antikankermiddelen, dan zie je dat dankzij het specialisme van de oncologie, moleculaire biologie, DNA-technologie, de ongelooflijke revoluties zijn geweest op het gebied van de ontwikkeling van antikankermiddelen. En als je tot slot kijkt naar specialisme op het gebied van metabolisme en vasculaire geneeskunde, dan zie je dat we met behulp van de technologie die ontwikkeld is, enorm in staat zijn geraakt om de circulatie te begrijpen, maar ook te begrijpen hoe mensen met endocrine ziekte behandeld kunnen worden. U ziet hier een patiënt met een tekort aan schildklierhormoon, en die werd op een medisch congres op het podium voor het eerst behandeld met dierlijk schildklierhormoonextract. En 6 maanden later had dit het resultaat. Ik denk dat dat heden ten dagen een wat dubieuze praktijk zou zijn geweest. Ik zie mevrouw Verhoeven al heel bedenkelijk kijken. Maar in die tijd werd dat toch gezien als een spectaculaire ontwikkeling van de geneeskunde. En als je diezelfde patiënt heden ten dagen aan een medicus of een DNA-technoloog zou onderwerpen, dan zou je zien dat het nu zelfs mogelijk is om met stamcellen een nieuwe schildklier te creëren. Een ontwikkeling die voor patiënten zoals deze mevrouw enorme, enorme gevolgen zal hebben. Dus eigenlijk prachtig die ontwikkelingen. En we kunnen denk ik zeggen dat die geschiedenis van de geneeskunde heeft geleid tot een grote mate van maakbaarheid van het menselijk leven. Zoals Matisse aan het eind van zijn carrière schilderijen componeerde, zien we ook dat de verdiensten van de geneeskunde, de moleculaire biologie en allerlei andere technologie heeft geleid tot een enorme toename van kwaliteit van leven. En eigenlijk is het mensbeeld in de loop der tijden veranderd van een homo universalis naar een homo medicinalis, waarbij we eigenlijk elk onderdeel van het menselijk lichaam met prothesen en geneesmiddelen kunnen vervangen. Een bijkomst is wel dat door die ontwikkeling van de orgaanspecialisme de mens gefragmenteerd is geraakt. Eigenlijk voor elk onderdeel van de mens een eigen stukje patiëntenzorg, een eigen stukje onderzoek en een eigen stukje opleiding. En dat is iets wat we in de dagelijkse praktijk eigenlijk voortdurend tegenkomen. En dat probleem van die fragmentatie is denk ik iets waar we echt goed naar moeten kijken. Het verhaal van een patiënt van ons, een mevrouw die een aantal problemen had, is dikker geworden zonder dat ze meer at. Blauwe plekken, hoge bloeddruk, suikerziekte, psychische problemen. Die mevrouw die had dus meerdere problemen op meerdere vlakken van haar lichaam en haar geest. En die ging voor die problemen naar meerdere artsen toe. Ze bewandelde meerdere zorgpaden. En eigenlijk in elk zorgpad eindig je met een bepaald medicament. En die medicamenten kunnen op zich wel goed werken, maar dat geeft ook problemen. En als die mevrouw nog even pech heeft, zou ze met centralisatie en concentratie van zorg ook nog niet op één locatie de zorgpaden bewandelen, maar een tournee door Nederland mogen gaan maken. Iets wat aan de ene kant misschien niet te voorkomen is en tot kwaliteitstoename leidt, maar wat voor individuele patiënten soms heel lastig kan zijn. Deze mevrouw had niet 7 ziekten, maar 1 ziekte. Ze had een syndroom waarbij een kliertje in de hersenen, een hormoonkliertje, de hypofyse, te veel bijnierhormoon maakt. Ik heb hier een wat duidelijker modelletje meegenomen. Dit is een doorsnede van het hoofd. En hier dit hele kleine ertje, dat is een hormoonkliertje, de hypofyse geheten. En dat hormoonkliertje maakt bij deze patiënt te veel bijnieraansturend hormoon, waardoor de bijnier te veel bijnierhormoon maakt en ze al deze klachten gaat krijgen. Dus deze mevrouw heeft 1 ziekte, voor het eerst beschreven door meneer Cushing, en zou eigenlijk maar bij 1 specialist terecht horen. Het probleem van al die medicamenten, kunt u zich wel voorstellen, is van hoe meer medicamenten, hoe groter de kans dat die medicamenten elkaar tot een explosief mengsel gaan vormen en dat er dus bijwerkingen gaan ontstaan.
Een ander probleem is dat hoe meer medicamenten, hoe kleiner de kans dat je ze allemaal inneemt. En als je bekijkt dat Nederland 4 miljoen chronisch zieken heeft, is het belangrijk om te constateren dat meer dan 1 miljoen van die zieken meer dan één chronische ziekte heeft. Dus heel veel mensen met chronische ziekten hebben meer dan één ziekte en zouden dus meer dan één zorgpad moeten bewandelen. Een gevolg is inderdaad ook dat bijna de helft van die mensen met chronische ziekte zijn geneesmiddelen niet of beperkt inneemt, wat natuurlijk een ongelooflijk probleem is ten aanzien van doelmatigheid en veiligheid. Een ander probleem van de ontleding van de mens is confectiegeneeskunde. U kent allen het principe van de clinical trials. We verzamelen mensen met één bepaald probleem. Die geven we een medicijn of een vergelijkend medicijn, een netpil, en vervolgens kijken we of het werkende medicijn gemiddeld meer effect heeft. Dat heeft tot gevolg dat niet elk medicijn bij iedereen werkt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar diabetes mellitus, heb je één sterfgeval ten aanzien van cardiovasculaire problemen te voorkomen, 400 mensen nodig die je moet behandelen ten aanzien van glucoseverlaging, iets minder voor cholesterolverlaging en iets minder voor bloeddrukverlaging, maar niet bij iedereen werkt het medicijn en het is ook niet bij iedereen nodig. Medicijnen hebben natuurlijk bijwerkingen en wat je ziet is dat heel veel medicijnen ontwikkeld worden gericht op één onderdeeltje van het lichaam. Ze blijken echter ook ergens anders te werken en dat leidt tot problematiek. Een goed voorbeeld is dit geneesmiddel dat een aantal jaren geleden werd geïntroduceerd voor type 2 diabetes mellitus. Een middel afgeleid van cannabis en dat had als werkingsmechanisme het beïnvloeden van diezelfde hypofyse, waardoor mensen minder gingen eten, zouden afvallen en minder diabetes zouden krijgen. Dit middel bleek echter op veel meer plaatsen in de hersenen te werken, te leiden tot toegenomen percentages van zelfmoord onder de patiënten en moest uiteindelijk uit de markt verwijderd worden. Het is een typisch voorbeeld van medicatieontwikkeling. Daarover kun je ook wel verbazen, tegen deze achtergrond, dat eigenlijk bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen je vaak ziet dat er een enorm snelle penetratie van de markt is. Dit is een middel ook voor type 2 diabetes mellitus. Je ziet dat het marktaandeel enorm toeneemt na lancering. Dat heeft dus te maken met een hele effectieve lanceringsstrategie. Want dit zijn toch ook geneesmiddelen waarvan we eigenlijk nog niet zo precies weten wat ze doen of wat ze gaan doen. Exploitatie. We gaan weer even naar een patiënt met type 2 diabetes mellitus. We kennen allemaal het verband tussen lifestyle en overgewicht. En je zou zeggen, je moet aan de linkerkant iets gaan doen. Maar wat je in Nederland ziet, is dat er een enorme tendens is om patiënten met overgewicht en ook diabetes te onderwerpen aan bariatrische chirurgie. Dat is een techniek waarbij de maag eigenlijk gebypast wordt. De maag wordt eigenlijk onmiddellijk aan de darmen gezet, waardoor de opname van voedsel verminderd wordt. Een hele ingrijpende operatie die heel effectief is, maar enorm tot gevolg heeft dat de anatomie van het menselijk lichaam verstoord wordt en op lange termijn ook behoorlijk veel bijwerkingen heeft. Nou, als je deze rigoureuze ingreep bekijkt, dan zou je zeggen dit is echt een last resort ingreep, maar in Nederland neemt het aantal operaties gigantisch toe. En het bijzondere is dat de verzekeraars zeggen van ja, je mag dit eigenlijk alleen maar doen als je er meer dan 200 per jaar doet. Dus dat is een enorme prikkel voor ziekenhuizen om dit soort operaties zoveel mogelijk te gaan doen, zodat je in ieder geval door de verzekeraar als high quality centrum wordt beschouwd. En er zijn in Nederland op dit moment meer dan 40 centra die dit soort operaties doen. En als je eenmaal zo'n logistiek hebt opgezet, ja, dan moet natuurlijk de tent wel draaien. Als je kijkt naar de andere kant, dan is het frappant dat de epidemie van overgewicht parallel loopt met de enorme toename van maïsproducten. Er stond vanmorgen nog iets in over de NRC. Maar je ziet dus dat fructosegebruik enorm parallel loopt met overgewicht. En recent onderzoek liet zien dat fructose ook het eetlustcentrum van in de hersenen beïnvloedt. Je ziet hier MRI-plaatjes. Aan de rechterkant zie je dat na inname van glucose, dus niet fructose, er enorme activatie van verzadigingscentra optreedt. Maar als je fructose inneemt, zie je dat die verzadigingscentra niet geactiveerd worden. Dus met andere woorden, als je fructose eet, dan houd je honger en blijf je dooreten. En dat is wel een van de
marketingstrategieën, zou je zeggen, van producenten van voedsel om met name fructose-houdende producten daarin te verwerken. Ander punt is dat mais enorm gesubsidieerd wordt, althans in de Verenigde Staten. Dus dat het gebruik van fructose uit mais ook door die ontwikkeling gestimuleerd wordt. Tot slot een aantal woorden over definities van ziekte. Je ziet dat deze patiënt die we net besproken, met die ziekte van Cushing, die wordt op een gegeven moment geopereerd. Eerst een verhaaltje over een patiënt die zich liet scannen bij Prescan, net over de Duitse grens. Hij kreeg voor zijn verjaardag van zijn familie een scan aangeboden van zijn hele lichaam. Nou, gelukkig vonden ze een knobbel in zijn schildklier. Dat bleek kanker te zijn en hij kon nog net geopereerd worden. Als je kijkt op de website van Prescan, staat dat vol met verhalen van mensen wiens leven is gered. En daarbij toch ook het aanbod van de maand september, dat je volledig kan laten scannen voor €965. Dit aanbod staat er elke maand overigens, want ik kijk elke maand even op de website van Prescan. En je ziet dus dat door deze gang van zaken er heel veel ziekten worden ontdekt, waarvan je zou zeggen, is dat nou zo erg? Nou, het probleem van schildklierknobbels is dat 45% van alle mensen heeft dat, dus de helft van deze zaal ongeveer. En 5% van al die knobbels is kanker. Dus er zitten hier mensen met schildklierkanker. Is dat erg? Nee, want bij alle mensen die overleden zijn, blijkt ongeveer 10% van de mensen een klein haartje schildklierkanker te hebben. Je kan dat met prostaatkanker vergelijken. Dus dat is helemaal niet erg. Maar doordat dit soort ontwikkelingen er zijn, zie je dat er enorm veel mensen extra geopereerd gaan worden. Je ziet hier een plaatje over overdiagnostiek van kanker. En wat dat eigenlijk laat zien is dat als er meer diagnostiek gedaan wordt en het aantal sterfgevallen neemt toe, dat je dan kan zeggen dat er ook echt iets aan de hand is. Maar dat als er steeds meer ontdekt wordt terwijl de sterfte niet toeneemt, er waarschijnlijk overdiagnostiek is. En dat is precies het geval bij schildklierkanker. Die mevrouw die ik net liet zien, die hypofysetumor had, het syndroom van Cushing, die is geopereerd. En na de operatie was ze genezen volgens de dokter, omdat haar bloedwaarden goed waren. Alleen die mevrouw voelt zich niet goed. En dat is vervelend voor dokters, want wij meten gezondheid en succes aan de hand van bloedwaardes. En als die normaal zijn, dan hebben wij het goed gedaan. Maar als je gaat kijken bij patiënten die dit soort operaties ondergaan, dan kun je je voorstellen dat de beschadigingen die optreden door zo'n operatie aanzienlijk zijn. En als je kwaliteit van leven onderzoek doet bij patiënten met Cushing, je ziet dat in die roze balkjes weergegeven, dan zie je dat op een aantal assen de kwaliteit van dit soort mensen, ook al zijn ze volgens onze normen genezen en zijn alle hormonen perfect, heel sterk verminderd is. Dat geldt voor heel veel endocrine aandoeningen. En het blijkt namelijk dat cortisol, dus dat bijnierhormoon wat die mensen te veel maken, in de hersenen een bepaald gebiedje aangrijpt, de amygdala, wat betrokken is bij emoties. Dus je kan je eigenlijk heel goed voorstellen dat deze patiënten, ondanks dat wij ze gedefinieerd hebben als genezen, zich niet genezen voelen. Nou, dit zijn een aantal voorbeelden van het gevolg van fragmentatie. Ik denk dat wij hier in het Radboud enorme bewegingen maken richting een andere benadering van de geneeskunde. En ik vind het ook geweldig dat ik dat hier mag meemaken met een groot aantal voorbeelden om mij heen. Ik noem dat maar heelheid en verbondenheid. En ik beschouw ook hier de natuur als leermeester. Want als je kijkt naar die verschillende orgaanspecialismen, het immuunsysteem, het metabolisme en groei, dan zie je dat in onze modellering die systemen gescheiden zijn. Bacteriën geven infecties, groeifactoren geven kanker. Maar als je kijkt naar de biologie, dan zie je dat die systemen eigenlijk heel nauw verbonden zijn en dat je ze eigenlijk helemaal niet uit elkaar kan halen. En het is zelfs nu moleculair uitgezocht dat er één eiwit is, dat heet mTOR, dat eigenlijk een cellulair systeem is wat al die prikkels van bacteriën, voedingsstoffen en groeifactoren integreert en heel nauw verbonden is met deze ziekte. En een voorbeeldje, als je een antidiabetesmedicijn geeft wat via dat mTOR werkt, dan heeft dat ook een effect op kanker. En andersom, als je kijkt naar de effecten van bacteriën die natuurlijk infecties geven, dan hebben die ook een effect op de glucosestofwisseling. Dus de biologie leert ons eigenlijk dat scheidingen die wij aanbrengen helemaal niet terecht zijn, dat er verbindingen zijn en dat eigenlijk heel veel onderdelen van het menselijk lichaam verbonden zijn. En eigenlijk leert de biologie ons dat de mens wel degelijk een eenheid is en dat scheidingen die wij aanbrengen eigenlijk onterecht zijn.
En wat dat betreft zou je een gezondheidszorg willen voorstellen die er niet zo uitziet, maar die er zo uitziet, waarbij de patiënt centraal staat en waarbij klinici en zorgverleners om de patiënt gegroepeerd zijn. Of dat nou in de eerste lijn is, in de tweede lijn, of dat nou mantelzorgen zijn, of dat eigen initiatieven zijn. En of dat nou in Nederland is of wereldwijd. U ziet hier overigens het nieuwe Radboud-logo, wat ik waarschijnlijk nog niet mag laten zien. Maar bij deze is dat toch gebeurd. Als je kijkt naar de klinische trials die we vroeger deden bij patiënten, waarbij we zoveel mensen behandelen met medicijnen die niet werken, willen we het ook anders gaan doen. In het Radboud zijn we ongelooflijk bezig met het zoeken naar individuele profielen, vanuit genetica, vanuit metabolomics, proteomics. En wat je dan ziet is dat het op een gegeven moment mogelijk wordt om voor één individu een behandeling te identificeren die precies past bij zijn of haar biologie. En wat dat betreft past in dit netwerk, dat inderdaad wereldwijd zich uitstrekt, ook uitdrukkelijk het onderzoek en de opleiding. Je zou zeggen, dan zijn we klaar, maar één probleem met deze netwerken is Descartes. Descartes heeft op een gegeven moment het lichaam ontzield en deze netwerken zijn nog steeds ontzield. En wat dat betreft denk ik dat ik in het laatste stukje van mijn bijdrage iets over bezieling zou willen vertellen. En dan moet ik terug naar een verhaaltje van een patiënt die onlangs bij mij kwam, een erfelijke ziekte, met de prachtigste moleculaire technieken aangetoond, heel mooi behandelplan, maar zij wil het niet. En waarom niet? Omdat zij dacht dat die ziekte de vloek van haar voorouders was. En als je vervloekt bent, dan mag je eigenlijk niet behandeld worden. En een heel intensief gesprek wat aangeeft dat een behandelingsconcept eigenlijk niet kan zonder een ontmoeting met een patiënt als deze. En dan wil ik een paar schemaatjes laten zien van hoe dat nou in zijn werk gaat. Een patiënt heeft een tumor, bijvoorbeeld een schildkliertumor, en daar wordt een afbeelding van gemaakt in haar hoofd. Maar dat is geen fotografische afbeelding. De neuroloog Damasio heeft ons geleerd dat bij zo'n patiënt als deze er een integratie plaatsvindt van die tumor en haar eigen ervaringen, maar ook van haar geest en haar ziel en haar gevoel. En dat er daardoor eigenlijk een andere afbeelding ontstaat van die bepaalde tumor. Dat is eigenlijk haar beeld van die tumor. En het bijzondere is dat die amygdala, die bij die patiënt met die ziekte van Cushing eigenlijk is aangetast, in dit soort processen een enorm grote rol speelt. Wat gebeurt er bij de dokter? Wij denken dat er dit gebeurt. De dokter ziet een tumor. In zijn hoofd ontstaat er een fotografische afbeelding van die tumor. Er wordt een trial of een richtlijn bijgehaald. En uiteindelijk leidt dat tot een voorstel voor een behandeling. En die dokter gaat die patiënt een injectiespuit voorhouden. Nou, dat is eigenlijk niet wat er gebeurt. Ook al denken wij als artsen vaak dat dat heel rationeel is. Wat er ook bij de arts gebeurt, is dat er een afbeelding in zijn hoofd gaat ontstaan van het door de patiënt gekleurde beeld van zijn of haar ziekte. Ook een arts heeft een eigen ervaring, een voorgeschiedenis en ook een arts heeft emoties, net zoals die patiënt. En een arts, dat geldt voor alle gezondheidswerkers, verpleegkundigen, paramedici, mantelzorgers. Dus ook in het hoofd van die klinicus, van die zorgverlener, zie je dat er een proces plaatsvindt wat erg lijkt op dat van de patiënt. Daar vindt ook een stuk bezieling plaats. En uiteindelijk ontstaat in dat hoofd van die zorgverlener ook weer een andere vertaling van die ziekte van die patiënt. En uiteindelijk is dat het onderwerp van de ontmoeting tussen patiënt en zorgverlener. Dus die kleur van de ziekte is heel anders dan de biologische make-up van de oorspronkelijke ziekte. En dat maakt dat er een gesprek gaat plaatsvinden over wat te doen en wat niet te doen. En over dat soort gesprekken zijn hele mooie dingen geschreven. Hier in huis wordt daar heel veel over gesproken, over dit soort ontmoetingen. En ik denk dat die verhalen van die patiënten, althans voor mij en voor heel veel anderen, ook heel inspirerend zijn. Dit is een van mijn patiënten met schildklierkanker. Die heeft besloten om geen behandelingen meer te willen ondergaan, maar om in haar leven de dingen te gaan doen die ze eigenlijk nog wilde doen. En ze heeft tegen mij gezegd van nou, je leeft als je nieuwe dingen leert. En dat is voor mij belangrijker dan een medicijn wat een progressievrije overleving van een paar maanden geeft. Hoe hebben we dat nou in onze afdeling proberen te implementeren? Ik moet zeggen, dat is voor ons een ontdekkingstocht. Ik ben hier nog niet zo lang en ik weet zeker dat er afdelingen en organisaties hier in huis zijn die daar ook enorm ver al in zijn. Nou, daar kunnen wij heel veel van leren. Maar wat wij gedaan hebben is de Radboud
visie en missie vertalen in kernwaarden, dat toch iets te maken heeft met het leed van de medemens. En daarin ook een aantal kernwaarden formuleren, waarin dat begrip mensgericht voor onze afdeling heel erg belangrijk is. En je kan dan die kernwaarden proberen onder te brengen in een matrix waarin onze taken staan, onderzoek, patiëntenzorg, organisatie, opleiding. En centraal in die matrix hebben wij het begrip ontmoetingen gezet, want die ontmoetingen met die patiënten zijn, wat mij betreft, wat ik probeerde aan te tonen, cruciaal. Een prachtig voorbeeld daarvan is dit boekje. Dat is geschreven door patiënten met schildklierkanker. Gezichten van patiënten met schildklierkanker. Het zijn verhalen over patiënten die bij ons geweest zijn. Ik wil het graag even doorgeven. En terwijl u naar mij luistert, kunt u daar gerust een blik in werpen. En wat heel bijzonder is, is dat empathie, gevoel, in die ontmoetingen ook blijkt te werken. Je ziet hier een studie uit Italië, waarin blijkt dat diabetespatiënten die veel aandacht krijgen van hun arts of van hun verpleegkundige, dat die minder complicaties hebben. Dus die rode balk geeft het aantal complicaties weer. En als die ontmoeting goed loopt, heeft dat dus ook effect op de kwaliteit van zorg. Wat voor ons een heel belangrijke ontmoeting met patiënten is, dat zijn de visites, de grote visites. De Grand Round geeft daar een prachtig plaatje van. Maar wat wij van onze patiënten horen is tijdens een onderzoek wat wij nu aan het doen zijn van de grote visite, dat privacy heel erg belangrijk is, waar die patiënt buiten het ziekenhuis heel veel waarde aan hecht, maar hier is alles anders. Dus in een van de moeilijkste fasen van je leven lig je hier in dit huis en dan gebeurt er iets heel moeilijks met het kostbaarste wat je hebt, je privacy. En een andere patiënt zegt tegen ons dat vierpersoonskamers eigenlijk verboden moeten worden. Maar wij proberen door gesprekken met onze patiënten ook naar een andere vorm van visite lopen toe te gaan. Het is een project waarbij verpleegkundigen meedoen, artsen, patiënten, maar ook de AIOS. Dus wij vinden het heel belangrijk dat in de opleiding ook de AIOS meedenken over hoe we op deze manier ontmoetingen met patiënten kunnen verbeteren. Transmurale netwerken, ik liet daar net al iets van zien. Ook in onze afdeling zijn heel veel bewegingen op het gebied van netwerken. We maken daar heel dankbaar gebruik van de ervaringen die door velen van jullie hierin zijn opgebouwd. En wij denken dat we hiermee ook voor onze patiënten verbetering kunnen tewerkstelligen. Voor het onderzoek, ik heb al iets laten zien, maar als je kijkt wat die ontmoetingen met patiënten voor onderzoek teweeg brengen, is dat we, wat ik net ook liet zien, op zoek gaan naar biologische verbindingen. In onze afdeling hebben we gekozen voor het thema ontsteking, dat eigenlijk centraal staat in het hele biologische netwerk als verbindende biologische factor. We zijn ook op zoek naar methoden om voor patiënten betere testen te ontwikkelen. Dit is een test voor Lyme, die onder andere door deze heren, Bart-Jan Kulberg, Chantal Bleker en andere infectiologen is opgezet. Als je kijkt naar de behandeling van patiënten, dan denken we altijd dat een diabetespatiënt iets met suiker te maken heeft. Maar uit recent onderzoek bleek dat onze diabetespatiënten met name iets met vermoeidheid hebben. Dus wij gaan onze diabetespatiënten cognitieve gedragstherapie ten aanzien van vermoeidheid aanbieden. Als je kijkt naar de endocrinologie, dan denk je dat dat iets met hormonen te maken heeft. Maar ik heb u al laten zien dat onze endocrinologiepatiënten helemaal niet zoveel last hebben van hun hormonen, maar andere dingen. Dus met de medische psychologie ontwikkelen wij e-learning programma's om daarmee om te gaan. Het gaat niet altijd goed, maar we zijn altijd heel blij als een patiënt toch het gevoel heeft dat hij bij ons inderdaad aan het goede adres is, omdat er net iets meer tijd, net iets meer aandacht is dan in andere huizen. En ik wil zeggen dat dit geen representatief e-mailtje is. We krijgen natuurlijk ook onze klachtenbrieven binnen. Huub Wollesheim heeft een onderzoek gedaan naar het begrip zorgzaamheid binnen onze afdeling. Nou, blijkt dat er nog best wat te verbeteren is. Dus ik wil mij hier zeker niet als best practice opstellen. Maar jullie meer deelgenoot maken van een ontdekkingstocht. Nou, tot slot die participatie. We weten allemaal dat patiënten, als die participeren, andere keuzes maken dan als ze dat niet doen. Er zijn hier mensen in huis die daar enorm veel ervaring mee hebben en ten goede. Maar wij vinden het heel leuk dat onze diabetespatiënten ook een zorgpad, die insulinepomp, mee hebben georganiseerd.
En we vinden het ook heel fijn dat er een patiëntenadviesraad is binnen onze afdeling, die ook een beetje fungeert als denktank voor de organisatie. En ze denken mee over continuïteit van zorg, over e-communicatie. Als er een CQ-index wordt afgenomen, dan leveren zij vragen aan. Ze lopen mee met veiligheidsronden en ze dragen ook bij aan ons bedrijfsplan. Dus wat ons betreft is dat een ongelooflijk waardevolle component van de afdeling. Je zou dus kunnen zeggen dat dat netwerk wat ik in het begin schetste, eigenlijk bezield is geworden door de ontmoetingen tussen zorgverleners en patiënten. Nog heel even over de organisatie. Misschien zou het zelfs wel zo moeten zijn dat wij ons als zorgverleners veel minder met de organisatie van de zorg zouden moeten bezighouden. Dat patiënten het zelf moeten gaan doen. Dit is een boekje van de Schildklierstichting die kwaliteitscriteria voor zorg voor schildklierpatiënten heeft opgesteld en dat aan ons heeft gepresenteerd van zo willen wij het. Als je kijkt naar onderzoek, dan zie je dat Patients Like Me zelf onderzoek initieert bij patiënten. Ik weet dat Mijn Zorgnet en Reshape daar ook heel hard mee bezig is. En je zou dus kunnen voorstellen dat patiënten het misschien beter zelf kunnen doen en de zorgverleners voorlopig even aan de zijlijn laten staan en ze inroepen als dat nodig is. Nou, ik geloof niet dat dat het meest ideale model is en Patients Like Me ook niet, want die zien toch een geïntegreerd netwerk van alle mensen die meedoen in dit geheel van zorgverleners. En als je naar dit schema kijkt, dan kom je eigenlijk heel verrassend in de buurt van dat eerste schilderij van Matisse. En daar wil ik het graag bij laten. Nou Jan, hartelijk dank voor dit indrukwekkende verhaal. Hartstikke goed. Ik heb twee mensen gevraagd om mee te doen met de discussie. Jopie, mag ik jou naar voren vragen? En Inge Schouten, verpleegkundige op de afdeling interne, heb ik ook gevraagd om naar voren te komen. Misschien kan ik ondertussen alvast nog één vraag aan jou vaststellen. Kan ik even zo? Ja. Dat is goed. Misschien mag ik alvast een eerste vraag stellen, Jan. Want als je nou praat zoals jij nu, of tenminste denkt zoals jij nu beschreven hebt, hè, dan betekent dat eigenlijk dat je ook die patiënt in zijn hele context mee moet nemen. En een groot deel van de tijd is hij niet in ons ziekenhuis, is hij thuis. En daar is dan de huisarts veel meer bij betrokken. Ik heb jou daar eigenlijk niet over gehoord. Maar wat is volgens jou de betekenis van dit verhaal voor de echelonering in ons zorgsysteem? En ja, het flitst misschien even voorbij. Hè. Ik heb toen ik die netwerken beschreef, daar eigenlijk uitdrukkelijk ook de eerste lijn in genoemd. Mantelzorg. Het Nederlandse perspectief. Dus ik denk zelf dat als je kijkt naar bepaalde ziektegebieden, bijvoorbeeld hartfalen, als ik met Pim Assendelft praat, dan begrijp ik dat dat eigenlijk voor een enorm groot gedeelte naar de eerste lijn is gegaan. En ik denk dat dat ook een hele logische ontwikkeling is. Dus dat wij er heel hard over na moeten denken of wij alles in onze eigen hokjes hier blijven doen, of dat wij misschien uit onze hokjes kruipen en naar de eerste lijn toe gaan. Ik geloof daar zelf heilig in. Dat is één. Andere discussie is dat je, denk ik, moet nadenken over wat wij blijven doen en wat wij niet meer doen. Dus ik denk dat die eerste lijn eigenlijk een kernpunt in dit verhaal is. Ja. En misschien ook wel de eerste lijn wat meer tolereren binnen onze organisatie. Ja, ik denk zelf dat er eigenlijk een hele vloeiende en overlappende structuur denkbaar is, waarbij mensen uit ziekenhuizen af en toe eens meekijken in een eerste lijncentrum. En de huisarts ja, ook wel een beetje als zorgbewaker, als coach van de patiënt, meekomt het ziekenhuis in. Dus ik zie daar eigenlijk hele vloeiende bewegingen. Jopie, mag ik jou als eerste het woord geven? Ja. Goh Jan, ik dank je wel voor je verhaal. Het sluit bijna naadloos aan onze ontdekkingstocht en de manier waarop we als patiëntadviesraad daar in willen staan. Ik heb drie dingen waarvan ik denk dat triggerde mij. Je had het over maakbaarheid. Je had het over kwaliteit van leven. Hè. Voor jou was daar een lijn met maakbaarheid en kwaliteit van leven. En dat afgezet tegen fragmentatie en heelheid. En wat mij triggerde is, van als je op deze manier, en gelukkig maar, en ik zie dat binnen Radboud op meer afdeling, dat er op deze manier gekeken wordt naar patiënten, wat gaat dat betekenen voor jullie werk in de spreekkamer? Want een van de dilemma's is, dit kun jij niet doen in een 5 of 10 minuten consult.
En hoe kun je nog beter dan nu in die relatie met patiënten zorgen dat je inderdaad die regie daar neerlegt waar die thuis hoort, in de co-productie met arts en patiënt. Want het is voor mij echt een co-productie. Heb jij daar nog ideeën over? Want ik zie de passie bij jou, maar het is ook gedrag, hè? Ja. Wat, en dat geldt ook voor patiënten overigens, hoor. Dus daar ben ik ook heel realistisch in. Ja, ik moet zeggen dat wat die tijd betreft, ik heb een aantal jaar geleden gedacht door mij de tijd van mijn consulten iets terug te brengen, dat ik daardoor meer patiëntenzorg kon doen en ook betere patiëntenzorg. Mm-hmm. Nou, dat is mij direct afgestraft. De patiënten waren niet tevreden, kwamen eerder terug, gingen bellen. En wat dat betreft merk je op zo'n moment direct dat tijd heilig is. Kwaliteit schrijven wij ook wel eens met een lange ei. En we denken dat een van de beste instrumenten is die wij hebben als zorgverleners. Naast alle technologie die we hier in huis hebben. Dus ja, die tijd is denk ik, vanuit welk perspectief je het ook bekijkt, financiën, doelmatigheid, maar bovenal de mogelijkheid voor een ontmoeting met patiënten, essentieel. Tweede is van hoe doe je het? Ja, ik denk dat in heel veel verhalen beginnen mensen met de complexiteit van organisaties. Dat erken ik ook wel, maar uiteindelijk is het denk ik toch ook weer een organisatie die wij zelf met elkaar maken. Mm-hmm. Dit is geen betonnen structuur, maar dit zijn allemaal mensen bij elkaar. En ik denk dat als jij echt niet wil dat die ene patiënt met al die medicatie en die verschillende aandoeningen bij 5 verschillende artsen zonder coördinatie terechtkomt, ja, dan laat je dat niet gebeuren. Ja, dat is volgens mij toch de essentie van het verhaal. En daar kun je wel commissies op gaan zetten, maar dat is toch iets wat volgens mij puur vanuit je eigen drive zou moeten komen. Nou, wat ik bij jou heel goed vind, is dat je dat ook moet delen. He? Dus er gebeurt heel veel binnen Radboud, en ik heb daar veel waardering voor, maar soms merk ik dat er te weinig gedeeld wordt. Mm-hmm. En ik denk dat je ook van elkaar kunt leren, ook van de goede voorbeelden en van de wijze waarop je daarmee omgaat. En op zich is dit natuurlijk een heel prima platform om dat te doen. Oké, dankjewel, Jopie. Ingemar, ja, ik wil eigenlijk vanuit het verpleegkundig perspectief wel een vraag stellen. Het logo van het Radboud is patiënt als partner. En jij hebt in je lezing ook over zeg maar, van patiënt naar persoon. In de praktijk hebben we heel veel te maken met prestatiedruk, met gedragsindicatoren, VMS-thema's. Dus er moeten heel veel dingen geregistreerd worden. Mm-hmm. Dus het is, hoe zie jij zeg maar, de relatie tussen de kwaliteit van zorg dan en de verbinding naar de patiënt als partner, in de praktijk, zeg maar, voor ons. Mm-hmm. Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Ja, ik denk dat spanningsveld tussen verschillende vereisten, dat herkent iedereen. Mm-hmm. Ik denk uiteindelijk dat je toch geen concessies moet doen aan deze principes. Want ik geloof namelijk dat als mensen het bij jou op de afdeling een beetje prettig hebben, dan heeft dat uiteindelijk ook zijn weerslag op hun uiteindelijke gezondheid. Mm-hmm. En op uiteindelijk hun medische consumptie. Dus ik denk dat de investeringen die je doet juist in die tijd en die ontmoeting, dat een integraal onderdeel is van het behandelplan en het behandelproces. En er is wel tijd voor een CT-scan en een MRI-scan. Het zou wel zo kunnen zijn dat door iets meer met de patiënt te praten, er een MRI-scannetje niet meer nodig is. Mm-hmm. Nou, moet je kijken wat dat aan tijd oplevert. Oké, dankjewel. Wie in de zaal zou ik het woord mogen geven voor een vraag of een opmerking, toevoeging? Ja, Geertrui. Misschien kun je even staan en even wachten op de microfoon. Er komt de microfoon aan. Een collega van mij in Denemarken heeft... Ja. Ik hoor mezelf niet, maar goed, hij heeft erg veel toegang tot patiëntendata. En zij kunnen daar allerlei dingen ook op bioinformatica technisch gebied mee doen. Maar een van de dingen die me opviel is dat hij had meer dan 100 patiënten, hij had heel Denemarken op zijn computer staan, maar meer dan 100 patiënten die meer dan 30 verschillende medicijnen door elkaar slikten, wat de artsen niet wisten. Weten wij eigenlijk wel hier in huis wat er met een patiënt allemaal gebeurt? Als deze patiënt een huisdokter in Lutje-Heukel heeft, weten wij daarvan of niet? Ja. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het thema medicatieveiligheid hier de kern van is. En hoe je dat op een zo efficiënte mogelijke manier kunt organiseren. In Denemarken heeft men ervoor gekozen om de hele gezondheidszorg eigenlijk in één database onder te brengen. Wat natuurlijk een hele lastige discussie is. U kent hem allemaal. In Nederland is er een andere weg gekozen.
En een van de problemen is dat we heel erg op zoek zijn van hoe kunnen we al die informatiesystemen van huisarts, apotheek, ziekenhuis, verschillende ziekenhuizen op elkaar laten aansluiten. Nou, daar zijn denk ik best gedachten over hoe je dat kan doen. He, bijvoorbeeld de patiënt die zijn eigen USB-stickje bij zich draagt, zijn gegevens of haar gegevens op het eigen lichaam en de patiënt geeft zelf aan wie het mag hebben. Dat zou één oplossing mogen zijn, maar ik herken het probleem. Er wordt bij ons ook heel veel energie gestoken in het heen en weer faxen van alle medicatielijstjes tussen de verschillende zorgverleners. En dat is een heel kwetsbaar systeem. Mag ik daar iets? Een van de heel simpele punten is, naarmate een patiënt zich veiliger voelt en er een hele goede relatie is met de behandelend arts, kun je het hem ook gewoon vragen. Want je weet dat er bij een heleboel aandoeningen heel veel complementaire middelen gebruikt worden. Een patiënt die maar het idee heeft, zonder dat hij dat vraagt, dat die arts daar niet voor is, zal niet open zijn over zijn hele medicatiegeschiedenis. Terwijl dat nou net contraproductief kan werken. Dus ja, heel simpel, punt 1, creëer die veilige omgeving, zorg dat die relatie, investeer daarin, en dat hoor ik heel sterk, en dan vraag het de patiënt. En dan deelt hij dit soort informaties. En natuurlijk moet je het dan ook nog technisch allemaal regelen. Maar degene die het beste aan je kan vertellen, is de patiënt zelf. Okay. Wat maakt iets een veilige omgeving voor u als patiënt? Wanneer vertelt u tegen ons als verpleegkundige de bijzonderheden met betrekking tot de medicatie? Nou, ja, wacht even. Wat een veilige omgeving is, word je als patiënt gehoord. Je kunt het al bij een opname. Ervaar je ruimte om aan te geven wat voor jou als patiënt op dit moment en ook binnen die opname van belang is. Dat zijn van die momenten waarop je, en ik weet dat het lastig is, want het is voor jullie als verpleegkundigen ook, wat is veilig als een patiënt ervaart dat die verpleegkundige niet alleen langs zijn bed raast enzovoorts, maar ook even een keer gaat zitten en ook even de rust neemt binnen al het gedoe om simpelweg met die patiënt te praten. Dus het zijn hele kleine dingen. Ik noem het straks even houding en gedrag. Ik denk dat het daar is. Hoe uitnodigend ben je? En komt die ontmoeting tot stand? En letterlijk zoals ik het zeg. Het heeft ook met vertrouwen te maken, ja. Misschien ook. Hè? Dat is ook belangrijk. Dat is het hele punt, ja. Paul, maak jou... Ja, Jan, dankjewel voor het prachtig verhaal. Het woord complementaire geneesmiddelen viel al even. In dat kader is natuurlijk de hereniging van lichaam en geest, sprak je aan en bewoorde je mooi. Dat is natuurlijk in de westerse geneeswijze eigenlijk verdwenen en moet terugkomen. In de oosterse geneeswijze daarentegen is het eigenlijk sinds jaar en dag algemeen goed. Zijn er nou, en daar nemen ze bijvoorbeeld ook in de alternatieve geneeswijze, veel meer tijd voor een patiënt. En dat is ook waar je voor pleit en wat natuurlijk de kwaliteit ten goede komt. Van de andere kant is het natuurlijk een groot spanningsveld. Het is niet evidence-based. Het levert een hoop ellende op als je het niet goed doet zoals veel geschreven is. Maar zijn er nou dingen uit die andere geneeswijzen die we ons wat serieuzer moeten aantrekken en waar we veel van kunnen leren? En zodat we niet opnieuw hoeven uit te vinden. Ik heb er persoonlijk geen of heel beperkte ervaring mee, maar ik kan, als er patiënten bij mij zijn die inderdaad bij andere wijzen van hulpverlening terechtkomen, ben ik daar redelijk opportunistisch in. Eigenlijk net zo opportunistisch als onze voorgangers vroeger waren toen ze bepaalde geneeswijzen introduceerden, zonder dat men wist hoe het biologisch werkte. Dus dat geldt voor mijn patiënten ook, maar ik probeer wel een aantal randvoorwaarden af te spreken ten aanzien van communicatie en ja, als ik het gevoel heb dat er echt onverantwoorde dingen gebeuren, dan ligt daar wel een punt. Ja, ik denk dat daar wel van te leren is, maar dat, ik wil ook niet indruk wekken dat ik de randomized controlled trial, wilde afvoeren. Ik denk dat in dat gesprek wel een zekere mate van overeenstemming moet zijn over wat we als evidence beschouwen. En op het moment dat die spiritualiteit van een alternatieve geneeswijze en toch de biologische oriëntatie van, althans een stuk van onze geneeskunde, absoluut niet bij elkaar te brengen zijn, dan voorzie ik daar toch ook wel weer conflicten. Okay. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze Grand Round. Dan wil ik de spreker van harte danken, professor Jan Smit. Ook de mensen die vragen hebben gesteld en mee hebben gedaan aan het debat. En u eigenlijk allemaal, omdat u hier aanwezig was.
De volgende Grand Round zal weer op de derde maandag van de maand zijn, zoals altijd. Dan hebben we een bijzondere gast weer. We hebben dan iemand uit, niet uit Nijmegen, maar uit Los Angeles. Iemand vanuit de UCLA, een van de meest prestigieuze zorgorganisaties van de wereld. Parallel aan de introductie van Epic zal dan de CIO van UCLA zal dan een verhaal houden over wat dat nou, de introductie van Epic in Los Angeles, wat dat nou betekend heeft. En hij is niet alleen maar expert op dat gebied, maar hij is ook gewoon dokter. En zal daar vanuit die hoek ook heel veel over kunnen vertellen. We zijn erg blij dat Mike Pfeffer de oversteek wil maken en onze gast zal zijn de volgende keer. Ik wil ook nog eventjes, toch een keer, hebben we eigenlijk nog nooit gedaan, Jan-Jaap, jou bedanken, Yvette bedanken, Marjolein bedanken. En iedereen die meewerkt bij de organisatie, de techniek, de cameraman bij deze Grand Rounds. Want inmiddels is het alweer 16 keer, toch al een redelijk succes en goed succes. En daar danken we jullie allemaal hartelijk voor. Tot de volgende keer.